Want dit jaar hebben we voor het eerst over de Mensensalmolé. Weliswaar sponsor al sinds 5 jaar. Mijn naam is Hans Brouwers en ik ben medebestuurslid van de Mensensalmolé. Op hoeveel deelnemers hebben jullie met het hardlopen en het wandelen en fietsen? Nou, ik heb de exacte aantallen nog niet, maar ik weet zeker dat we over de 1000 heen gaan. En dat is natuurlijk al een geweldig aantal. Heel veel lopers, 800, 900, maar ook heel veel wandelaars en fietsers. Die profiteren natuurlijk van het geweldige mooie weer. En vanmorgen en gisteren waarschijnlijk ook besloten hebben om toch te gaan wandelen en fietsen. Dus wat dat betreft is heel Almelo in beweging. Ik hoop vanmiddag nog heel veel mensen te kunnen krijgen, ook bij de sfeer, bij de muziekactiviteiten na afloop. Met bands en met dj's en met dames die zingen. Dus al met al kan het een groot feest worden. Eigenlijk vanaf het begin bij de Almelo Allee betrokken en zelfs de naamgeving, et cetera. Dus het is wel een beetje mijn kindje. Oké, je bent eigenlijk de initiator van de Almelo Allee, of niet? Ja, ik wilde deze uitdaging wilde ik aan. Ik werd uitgedaagd door mensen, dan krijg je nood voor elkaar in de Gravenallee. Totdat ik goede mensen tegenkwam en die vervolgens zeiden van, dan kom maar op, daar gaan we voor. Een leuke groep mensen vanaf het eerste jaar. En nu zitten we al bij de 5e editie. We hebben veel meer deelnemers dan vorig jaar. Dus daar zit een mooie groei in. En ook wel uit de regio, uit de omstreken zeg maar. Overwegend natuurlijk Almelo. Maar ik denk ook zeker een heel groot aantal mensen uit de regio. En misschien zelfs verder weg, maar dat weet ik niet zeker. En dan ga ik ondertussen oproepen Gert Berens, Martijn Blom en Jacco Middag. Ik ben in training voor de Marathon van Amsterdam. Over 3 weken. Dus dan kwam dit mooi als test. Kwam dit mooi uit, zeg maar. Hey, wij kregen een kaartje, eigenlijk zo'n heel klein kaartje, Almelo Allee. En toen dacht ik, ga ik even kijken wat het is. En opgegeven, ik de kinderen natuurlijk eerst gevraagd, hebben jullie zin om te gaan rennen? Ja! Nou, toen was het klaar. Hetzelfde, vanuit school, maar ook wel vanuit de atletiekvereniging dat het gepromoot werd. Ja.